De OVA is een plaatselijke vereniging en is in 2012 opgericht. Dit event is ook eigenlijk ter gelegenheid van ons tweede lustrum. We hebben na 5 jaar hebben we een eerste groot event gehouden. En we hebben gemeend na 10 jaar nog een keer zo'n groot event te houden. En dat is vanmiddag. We hebben 300 tentjes gereden. Waar ik gelukkig van was, maar waar ik heel erg gelukkig van was, ga ik al in mijn nachthemd de tuin in. Een vijftal voorzitterschappen gehad van organisaties. Ik moet de mantel zorgen. En dat waren dus ook iets leuks. Een feestavond, een cadeautje. Nou, er hadden zich voor dit event 190 mensen ongeveer aangemeld. We konden er 160 gebruiken, want meer plaatsen telt het Theaterhof 88 niet. Dus we hebben een aantal mensen teleur moeten stellen, maar er hebben zich uiteraard een aantal afgemeld. En zo konden de mensen die op de wachtlijst staan wat doorschuiven. Maar uiteindelijk werd het toch volle bak. Straks een voorstelling in de kapel. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, dat is een voorstelling van Hans Visser. Dat is een heel leuk programma, ook met name voor ouderen. Nou, als het goed is, dan kennen een heleboel mensen kennen Hans Visser. En vanuit het verleden toen hij een Edison ontving. En hij is ook wel bekend van, zeg het maar even populair, van radio en televisie. Als Hans Visser is geweest, dan gaan we terug naar de theaterzaal waar onze OVA-band 3 kwartier zal optreden. En dat is een gelegenheidsband bestaande uit OVA-leden en een paar aanvullingen van instrumenten die we uit eigen geledingen niet op kunnen vullen. En dat wordt volgens mij een daverend succes. Nou, eindelijk sluiten we af met een maaltijd. En dan deze keer is dat een buffet. Yeah, yeah, when I feel so-